Goed, ik vind het hoog tijd om Louis Michel nog eens te bellen. Je weet wel, dat is die Waalse politicus. En politici die zijn media getraind, dus die weten precies wat ze allemaal zeggen. Benieuwd of dat klopt. Hallo. Hallo. Ja, goeiedag, ben ik bij Louis Michel? Ja. Ja, goeiedag, het is Tom van de Putten. Ik ben student aan de Hogeschool in Gent. Ik hoop dat ik u niet stoor. Ja, een beetje, maar dat is niks. Mag ik het heel kort houden? Ja, ja. Ik ben student logopedie. En ik ben voor mijn eindwerk een cd aan het maken waarin bekende mensen gewoon een aantal woorden zeggen. Ja. Ik weet niet of dat u... Het zijn maar 10 woordjes. Zou u dat zien zitten om die gewoon even te zeggen? Minuutje, hè? Ja. Ja, allee, doe maar. Ik zou gewoon het woordje zeggen en u moet dat dan gewoon herhalen. Is dat goed? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Als. Ik. Ik. Hij. Hij. Wint. Wint. Een. Een. Laat. Laat. Paardenmest. Paardenmest. Ruikt. Ruikt. Naar. Naar. En. En. Voilà, dat was het. En kan u gewoon nog even zeggen, hallo, ik ben Louis Michel. Hallo, ik ben Louis Michel. Oké, okay, super. Heel erg bedankt in elk geval. Nee, niks van. Graag. Ja, dag. Hallo, ik ben Louis Michel. En als ik een wind laat, ruit hij naar paardennest. Studio Brussel. Hallo, ik ben Louis Michel. En als ik een wind laat, ruit hij naar paardennest. Voilà, dat weten we ook weer. Als Louis Michel een wind laat, ruit hij naar paardennest. Zou Els Schepers dat nu bedoelen met dat lage niveau? Denk het wel. Maar niveau, dat moet je elders zoeken. Niet vrijdagavond tussen 7 en 9, want het debuutje gaat los. Tot 9 uur.